Weekoverzicht van 13 tot en met 17 januari. Per 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens in de drank- en horecawet verhoogd van 16 naar 18 jaar. We gingen de straat op en vroegen jongeren naar wat zij vinden van deze nieuwe wet. Op zich wel goed. Ik weet niet of die heel erg gaat werken, omdat ja, op zo'n leeftijd, je komt er toch wel aan uiteindelijk. Maar ja, goed. Marcel, jullie waren 17 geweest. Wat dan? Wat dan? Is het eigenlijk ook dat je niet in de kroeg mag? Want op zich, als je 17 bent, dan ga je toch wel lekker naar de kroeg. Ik denk dat het voor deze generatie, die nu weet dat de alcoholwet en de tabakswet verhoogd is naar 18, dat het eigenlijk geen zin heeft. Maar voor de generaties onder ons, die dus dat niet meemaken, zeg maar die verhoging niet meemaken, zou het wel invloed kunnen hebben, dat het dan inderdaad wel verminderd wordt. Ik vind het juist best wel echt goed. Het wordt nou wel een beetje losbandig, want dan mensen die 18 zijn, die denken dan, oh yes, drank. Nou, geen last van, kut voor hun. Ze komen er toch gewoon, heeft geen nut. Ik ben bijna 16. En jij bent? Ik ben 15. Hebben jullie wel eens alcohol genuttigd? Ja. Ja. Jij ook? Ja. Dan is het wel even slikken, toch? Dan is het wel jammer dat je dan niet meer zomaar een winkel in kan om iets te kopen. Ja, tuurlijk. Maar het is niet zo dat ik van plan was om sowieso 16 in coma te zuipen of zo. Ja, ik denk dat het een slechte regeling is. Want de mensen die 16 waren en die wel mochten drinken, en nu in één keer gaan ze dat verbieden. Ik vind dat je dat eigenlijk niet kan maken. Ik ben het daar deels mee eens, want ik denk wel dat het heel veel negatieve effecten heeft. 16 of 18, ik drink evenveel. Iedereen moet gewoon zijn eigen grenzen aan kunnen tonen. Ik denk dus wel dat het een negatieve reactie oproept, maar ik begrijp wel waarom de nieuwe regel is ingevoerd. Op de Hoornerboegse Heide in Hilversum is maandag een hond ziek geworden door het eten van een gevonden kippenpootje. Het is een hond en die liep daar bij de Hoornerboeg, de Hoornerboegse Heide. Liep hij daar en heeft daar toen vervolgens een kippenpoot gegeten en die is zeer waarschijnlijk vergiftigd geweest. En waar moeten we dan aan denken, een vergiftigde kippenpoot? Nou ja, dus in ieder geval dat er een stof op staat die giftig is. Ja. De hondenbezitter heeft het juiste gedaan, is gelijk naar de dierenarts gegaan, want ze vertrouwde het niet. Die heeft het dier laten braken en toen kwam een kippenpoot uit die dus zeer waarschijnlijk vergiftigd is geweest. Dus die hond heeft er eigenlijk geen last meer van gehad, maar het is natuurlijk wel heel vervelend. Er moet dus iemand expres zo'n kippenpootje vergiftigd hebben, dat gebeurt niet zomaar. Nee, dat zou je inderdaad wel zeggen, ja, dat iemand dat bewust doet en dat in de natuur brengt. Ja, in wat voor reden, ja, geen idee. Hè? Misschien overlast van honden, vindt die persoon. Ja, we hopen natuurlijk dat we snel te weten komen wie dit heeft gedaan en dat het natuurlijk niet meer voorkomt. De HOV-busbaan is nogal een probleem in Hilversum. We hebben aan de lijn Karin Walters. Mevrouw Walters, kunt u in het kort uitleggen wat er precies aan de hand is? Op dit moment is er aan de hand dat de provincie heeft aangegeven dat ze een maximum bedrag willen betalen en niet willen instaan voor de risico's. En dat terwijl wethouder Boog aldoor heeft gezegd tegen de gemeenteraad, Hilversum hoeft 2,5 miljoen te betalen en die hoeft niet bij te dragen aan de risico's. Die zijn voor de provincie. En die zijn nogal groot omdat er een enge tunnel onder het spoor bij de Oosterengweg moet worden aangelegd. In moeilijke grond, waar we nog niet zoveel van weten. Dus ja, projecten met tunnels die kunnen al snel miljoenen overschrijden. Dus een provincie moet zich hard achter de oren krabben of ze met dit rare plan nog door wil gaan. De provincie heeft een bedrag gereserveerd voor het project. Daar zit dus nog een reserve in van 11 miljoen. Als het allemaal precies gaat zoals gepland, dan houden we dus aan het eind van de rit 11 miljoen over. Ja. En als er tegenvallen zijn, dan kunnen die dus uit die 11 miljoen betaald worden. In het scenario dat er wellicht toch een keer iets helemaal misgaat, en die 11 miljoen dus niet genoeg zou zijn, dan zegt de provincie, in dat geval gaan we niet onbeperkt door met geld uitgeven. Als we dat zien aankomen, willen we opnieuw met alle betrokkenen op de tafel zitten. Gisteren heeft het college van Hilversum dan toch maar op aanraden van Hart voor Hilversum een brief gestuurd naar de provincie, waarin ze nog een keer bevestigen dat ze maar 2,5 miljoen euro gaan bijdragen en echt niet meer, wat er ook gebeurt.
Dat is een helder standpunt, daar zijn we blij mee. En nu ligt eigenlijk de bal bij de provincie. Want ja, waartoe zijn zij bereid? Of denken ze nu van nou, nu wordt het ons eigenlijk te veel. En daar hopen we een klein beetje op. Want heel veel mensen in deze regio zien wel in dat dit een heel erg duur plan is. En eigenlijk geldverspilling voor een paar minuten tijdwinst. Woensdagmiddag rond 4 uur is er tussen station Hilversum en station Hilversum Mediapark een trein ontspoord. De Intercity ontspoorde ter hoogte van de kleine spoorbomen. Er zaten ongeveer 150 personen in de trein, waarvan er 2 reizigers last hadden van de knie en van de rug. Naar verwachting is de storing vannacht rond 2 uur verholpen. Donderdagochtend 16 januari. Jaap Mulder op de Hoornenboegse Heide om een das met een bijzondere halsband los te laten. We hebben deze das dus naar de dierenarts gebracht net. Want hij heeft een zender in de buik gekregen waarmee hij de rest van zijn leven zal doen. Daardoor kunnen we hem heel lang volgen, al een jaar of 3-4. En daarnaast heeft hij een halsband om die een GPS-module heeft die zichzelf peilt. En dus elke 10 minuten, 's nachts, legt hij zijn positie vast. En dan af en toe maak ik met een computer contact met het, met een antenne contact met die halsband. En dan krijg ik al die gegevens binnen en dan kan ik dus, dan weet ik dus achteraf waar die overal gelopen heeft. En dat heeft te maken met de aanleg van die ecoducten hier over de provinciale weg ten zuiden van Hilversum. En dat grote ecoduct over de snelweg, over de A27. En dan weten we bijvoorbeeld hoe die reageert op zo'n ecoduct, of ze zo'n ecoduct gaan gebruiken of niet. En hoe die hier de wegen oversteekt, of ze door tunneltjes gaan of over stukken waar nog geen hek staan en dergelijke. En dat soort dingen wil de provincie Noord-Holland graag weten om het beleid rond die dassen en andere dieren, want er zijn natuurlijk meer dieren die profiteren van die voorzieningen die voor dassen getroffen worden, om dat zo goed mogelijk te doen. Ik ben natuurlijk nieuwsgierig. Ik wil ook graag weten waarom een das van deze burcht de A27 oversteekt en naar de overkant gaat. Uit het onderzoek blijkt dat bijvoorbeeld die A27 echt een barrière is. Dus er zijn dassen ten oosten daarvan en dassen ten westen daarvan. En die hebben op stukken waar geen voorzieningen zijn voor dassen, hebben ze geen contact met elkaar. En dan krijg je dus gescheiden populaties. En voor de vermenging van de genen wil je toch dat die natuur met elkaar in contact blijft. En wat blijkt is dat die dassentunnels die worden aangelegd, die pijpen, zijn eenvoudige pijpen onder de weg door. Ja, die worden fantastisch gebruikt door die dieren, door die dassen. En niet alleen dassen, ook kleinere dieren zoals boommarters en bunzingen maken er gebruik van. Donderdag 15 januari, een dag na de ontsporing van de trein tussen station Hilversum en station Hilversum Mediapark, wordt er nog flink hard gewerkt aan het herstellen van de rails. De beschadigde stukken rails worden weggehaald en worden vervangen. De werkzaamheden zullen voorlopig nog wel even duren. Naar verwachting is maandagochtend alles weer opgelost. HKU presenteert Showcase. Meer dan 50 uitdagende projecten werden donderdag 16 januari op de HKU Hilversum aan het publiek getoond. Innovatieve entertainment- en kunstprojecten, research- en designopdrachten waaraan de vierdejaarsstudenten een half jaar hebben gewerkt. Elke editie van de World Solar Challenge wordt er een groep HKU-studenten meegestuurd met het Solar Team om verslag te leggen van hun bezigheden. We zijn met 6 studenten en gewoon regisseur, 2 camera, we hebben editors, graphics en dan ik als producent zijn we daarmee bezig geweest. Rond 5 uur 's ochtends sta je op en dan ga je het kamp afbreken en in de tussentijd draaiden wij dan al interviews met wat gaat er die dag gebeuren. En om 5 uur was dan de eindtijd van de racedag. Dan stop je letterlijk naast de weg, midden in de woestijn van Australië, bouw je een kamp op en zaten wij in een soort van container met computers te monteren. Waren we tot een uurtje of 10 mee bezig en daarna werden die filmpjes naar Nederland gestuurd en die zetten ze vervolgens weer op YouTube. Variëteit te over, van journalistieke verslaggeving tot bijvoorbeeld een videogame zoals je die zelf altijd al hebt willen maken. Het laatste half jaar zijn we bezig geweest met Mutant Soccer, dat is een voetbalspelletje, met mutanten met superkrachten die over het hele veld heen lanceren. We zaten bij dit wel echt te denken aan
Het zijn allemaal gasten hier, dus echte jonge jongens die we in ons hebben, zeg maar, van zoiets willen we maken. Iets met explosies, iets met lasers en leuk en snel, zeg maar wat wij vroeger ook leuk vonden. Not too fast. She's trying to, so I go towards her. Hi. And she talks to me. Okay. She wants to say, come inside. And there's on the table. Okay. You can design your own dress there. U ziet hier Cover Story. En dat is een project wat we hebben gedaan voor het Openluchtmuseum in Arnhem. En Cover Story is een platform dat eigenlijk draait om het opnemen van verhalen. Elk verhaal heeft als grondslag een object. En dat object kunnen mensen meenemen naar de koffer. Die koffer die reist door heel Nederland mee met medewerkers van het Openluchtmuseum. Het andere wat heel erg belangrijk is, is de persoonlijke connectie tussen luisteraar en verteller. Die komen dus samen, hè, dat kan bijvoorbeeld een oma met een kleinkind zijn of een echtpaar, die komen samen naar die koffer. En doordat ze dus samen dat verhaal met elkaar delen, delen ze dat tegelijkertijd ook met de wereld. En van een kofferstory is het maar een kleine stap naar zelf planten maken, bijvoorbeeld. Dit is een spel gemaakt om nieuwe planten te maken binnen de botanische tuin van het Universiteitsmuseum Utrecht. Nieuwe planten? Ja, nieuwe planten. Het idee is, er zijn al een hele hoop planten binnen de botanische tuin, maar kinderen vinden dat niet echt heel interessant. Ze zien een planten en denken van, ah, oké, en dan gaan we vervolgens weer weglopen. En het idee is, met het spel lagen we eigenlijk kinderen uit om nieuwe planten te maken. En dat kan je doen met dit scanapparaat. Dus kan je gewoon een plant, bijvoorbeeld ik wil de cactus hebben en dat is de miller. En dan kan je binnen dit systeem kun je dan een nieuwe plant met die eigenschap maken. En zo stel je dus je nieuwe plant samen. Even verderop is er een interactieve video-installatie waar het de bedoeling is dat je je kunt inleven hoe het is om als vrouw in Indonesië je droombaan te kunnen realiseren. We hebben een aantal reclames van Plus van muziek voorzien. En we hebben een onafhankelijk gamebedrijfje bij het maken van een iPad-game geholpen met al het geluid. En de muziek, dus die combinatie. Dus we zijn een aantal componisten en we zijn een sounddesigner. En bij elkaar is dat alles wat dan nodig is om het volledige plan te maken. Ja, dat is al die semester dus een verhaal over zo'n boom. En dan kan je dat in zo'n app, kan je dat ten eerste nog met een locatie erbij natuurlijk. Wij gaan proberen de innovatieve projecten, dus de bedrijven die op zoek zijn naar innovatie en daar veel geld voor over hebben, om die naar ons toe te trekken en uit te besteden aan ZZP'ers en kleine start-ups. Want op dit moment zie je dat die grote opdrachten meestal ook belanden bij de grote bedrijven, zegt de Capgemini's en dus eigenlijk de gevestigde grootzakelijke bedrijven. En die hebben juist niet de middelen in huis om tot bijzondere innovatie te komen. En wij, multidisciplinair denkend, gewend aan co-creatie, wat we eigenlijk van jongs af aan al meekrijgen, zijn veel beter in staat om dat vanuit een ander perspectief te benaderen. En aan ons is eigenlijk de taak als Klavercollectief om hun betrouwbaar te profileren naar die arbeidsmarkt en ze de tools en middelen te geven om ook echt die collectieve projecten tot een goed einde te brengen. De verscheidenheid van alle projecten is zeer groot en van hoog niveau. Bezoek volgend jaar de HKU Showcase 2015. Ik sta hier met wethouder onderwijs Erik Boog in een klaslokaal. Wethouder, waar staan we hier? Ja, we staan hier in de Wilgen. En we zijn hier omdat we eigenlijk vieren dat er twee lokalen zijn bijgekomen. Maar wat ook heel bijzonder is natuurlijk dat dit mijn oude basisschool is. Want ik heb hier op school gezeten. Dus het is heel speciaal voor mij als wethouder om zo'n opening te mogen verrichten. Ja. De school de Wilgen groeit nog. Hoe gaat het met het onderwijs in Hilversum? Ja, het gaat goed met onderwijs. Je ziet wel dat er nog steeds behoefte is aan de uitbreiding van schoollokalen, ook modernisering van schoolgebouwen. Daar zijn we natuurlijk heel druk mee bezig geweest de afgelopen jaren. We hebben echt nog nooit zoveel geïnvesteerd in onderwijshuisvesting. En we moeten ook nog door de komende tijd. Maar je ziet dat de scholen steeds meer op orde komen. Dat we heel veel scholen hebben kunnen moderniseren. En daar ben ik best wel trots op. Ja, ik zie inderdaad een trotse wethouder. Ja. Misschien nog even een klein zijstapje. Gisteren was er in het landelijk nieuws dat de uitval op scholen van leerlingen drastisch is teruggenomen. Hoe staat het in het Gooi? Ja, ook in het Gooi is er een sterke daling van het aantal voortijdig schoolverlaters. We hebben ook heel veel aan gedaan in de regio, met de scholen en de gemeentes,
om te zorgen dat gebeurt. Want ja, elke leerling die voortijdig van school gaat, is er één te veel. En ik ben er trots op dat we ook in Hilversum en in de regio het aantal schoolverlaters echt heel erg hebben kunnen beperken. Het is regenachtig wanneer ik het dierenasiel bezoek. In het winkeltje wordt me duidelijk welk dier ik dit keer ga ontmoeten. You ain't nothing but a hound dog. Crying all the time. You ain't nothing but a hound dog. Het is Remy. Remy is een poelie. Hij is 3,5 jaar oud, is onzeker, kan daarom bijten. En we zoeken dus een ervaren baasje. Ja, Remy, het regent. En ik kom dus in de buitenkooi. Remy is een poelie. De poelie is een kleine Hongaarse herdershond met een zeer markante vacht. Voor Remy zoeken we dus een ervaren baasje om stabiliteit te geven. Remy is onzeker en kan dan wel eens gaan bijten. Vreemde, kleine kinderen en katten, daar kan hij niet goed mee overweg. Na gewenning kan hij alleen thuis zijn, maar hij moet wel in de bench. Dat is hij gewend. Bent u een ervaren baasje en kunt u duidelijkheid en stabiliteit geven? Dan is Remy uw hond. Kom eens kijken bij het dierenasiel Krijlo en leer Remy kennen door een lekkere wandeling met hem te maken.